Dag dames en heren, de ochtend ging mooi van start, vooral in het oosten van het land. Mooi ochtendrood, maar zoals een spreekwoord zegt. Ochtendrood water in de sloot ja, nam de bewolking verder toe. En her en der ging het een klein beetje regenen. Vooral in het noorden van het land gaf dat nog aanleiding tot wat gladheid door ijzel. Maar inmiddels is die gladheid wel overal verdwenen. Want de temperatuur ja, ligt op dit moment tussen de 3 en de 6 graden. Van noordoost naar zuidwest. En loopt de komende 24 uur alleen maar verder op, zelfs tot in de dubbele cijfers. Nou, dat heeft alles te maken met een opstekende zuidwestelijke stroming. onder invloed van een krachtig hoge drukgebied boven het noorden van de Noordzee. Ja, en dat zorgt voor verschillende gebieden met bewolking en regen in onze omgeving. Zo nu en dan breekt ook wel even de zon door. Morgenmiddag zal zo'n moment zijn. Maar richting dinsdagmiddag en dinsdagavond zien we een volgend gebied met regen passeren. En daarachter zit dan vervolgens ook weer veel wind met kans op zware windstoten. Het hoogtepunt van de wind deze week valt echter morgenochtend en dat zien we ook op deze animatie. Een storm trekt over de Noordzee en schamt vooral het noordwesten van ons land met windstoten tot mogelijk zo'n 100 à 105 km per uur. Verder boven land valt het dan mee en morgenmiddag zien we dan de wind snel in kracht afnemen en is het eigenlijk alweer voorbij. Het hoogtepunt van die windstoten wordt morgenochtend verwacht zo'n beetje tussen 5 en 8 uur en daarna zwakt die wind dus snel weer af. In combinatie met die wind zal ook een flinke partij regen vallen. Dus met name de ochtendspits morgen kan wel een hele drukke gaan worden. Nou, vannacht. Gaat het al regenen vanuit het westen? Op veel plaatsen valt zo'n 5 mm, maar met name in het noorden van het land zou dat her en der kunnen oplopen tot ongeveer 10 mm. Ja, en die temperaturen die lopen alleen maar verder op. Begin van de nacht is het nog 5 of 6 graden, maar aan het eind van de nacht zijn dit de waarden. En dan is het langs de kust al bijna 10 graden. En morgen overdag ja, loopt die temperatuur nog wat verder op. In het zuiden en zuidwesten van het land is dan lokaal zelfs 12 graden mogelijk. Nou, in de ochtend hebben we in het noordwesten nog te maken met veel wind en zware windstoten. Maar in de loop van de ochtend neemt die wind af, en morgenmiddag wordt het dan op de meeste plaatsen droog. In het binnenland kan nog een enkele bui vallen, en vooral in de kustgebieden gaat de zon flink schijnen en zal het best wel aangenaam weer zijn morgenmiddag. Heel anders is dat dinsdag. Dan Opnieuw een gebied met bewolking en regen over onze omgeving. Dat zal dan met name in de middag gebeuren. Ja, dan is het overwegend grijs weer met vanuit het westen dus steeds vaker regen. En vooral in de kustgebieden die morgen het zonnigst zijn, zijn dinsdag juist het natst met dan daar 5 tot 10 mm neerslag op veel plaatsen. Ja, aan de temperatuur verandert niet zoveel. Het blijft zacht met 9 tot 11 graden. En er staat nog altijd een stevige wind uit het zuidwesten. Nou die wind die piekt woensdag nog een keer. Het weer is wel redelijk mooi met zonnige perioden en overwegend droge omstandigheden, maar vooral in de ochtend dus wel Flink wat wind, kans op zware windstoten. In het noordwestelijke kustgebied mogelijk toch wel weer tot zo'n 90 km per uur. En de dagen daarna blijft het eigenlijk wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Ook wel af en toe zon en temperaturen aanhoudend rond een graad of 10. Nou, vorst in de nachten hoeven we voorlopig ook niet meer te verwachten. Kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat die nachten geleidelijk wel weer ietsje kouder worden. Met onzekerheid in ieder geval tot rond het vriespunt. Dat betekent, als het een keer opklaart, dan zou het lokaal nog even licht kunnen gaan vriezen. Maar overdag ligt de temperatuur ruim boven het vriespunt. En dat duurt in ieder geval tot begin februari door. Of daarna de winter nog terugkeert, dat moeten we afwachten. Maar de kou zijn we voorlopig echt even kwijt. Ik wens u nog een mooie zondag.